De auto staat er netjes klaar voor. Ik zal nog even een aflevervideootje maken. Dat maakt de aflevering in ieder geval wat makkelijker. Nou, aan deze kant bevindt zich dan de elektrische raambediening en de elektrische spiegels. Kwestie van even op de linker of de rechter spiegel zetten en dan werkt het gewoon met een joystick. Inklappen of uitklappen van de spiegels kunnen we ook nog regelen. Natuurlijk inderdaad elektrische ramen rondom en eventueel de achterste ruiten blokkeren. Dat kunnen we door middel van die knop. Dan hebben we natuurlijk nog de hoogteinstelling van de stoel. De kwestie van deze hendel omhoog of naar beneden pompen. Dus dat werkt eigenlijk ook vrij eenvoudig. Nou, dan hebben we hier nog de slipregeling. Dat is deze. Die moeten we in principe altijd aan laten staan. En op het moment dat we inderdaad echt op een gladde ondergrond staan en we niet anders kunnen dan slippend wegrijden, dan moeten we die even indrukken zodat de traction control wordt uitgeschakeld. Zodat dat in ieder geval wel kan. Het stopzetten van het start-stop systeem, dat doen we door middel van die knop. Dan gaat de motor niet uit, dan werkt het start-stop systeem niet meer. Maar in principe kunnen we hem gewoon aan laten staan. Het werkt wat dat betreft alleen onder de meest ideale omstandigheden. Als de motor natuurlijk volledig warm is en we geen verbruikers aan hebben staan. Dan de dashboardverlichting verstellen en de koplamphoogteinstelling kunnen we natuurlijk regelen. En hij staat nu gewoon op nul, dus van de goede stand. En op het moment dat we achter wat zwaarder beladen zijn, dan zullen we hem wat terug moeten draaien. Dan hebben we hier de automatische verlichting. Die staat nu op auto. Ook geen probleem. Gaat dus ook gewoon aan op het moment dat we het donker hebben. En op het moment dat het licht wordt, gaat hij ook vanzelf weer uit. Daar zit ook gelijk een detail wat ik wel even wil aanzetten. Of aanbenoemen in ieder geval. Dat is dat als het natuurlijk inderdaad gewoon overdag is en het is mistig, dan moeten we hem dus van de auto afhalen en even één standje naar beneden zetten, zodat we in ieder geval wel gewoon verlichting voeren. Want als het licht is, doet hij het absoluut niet. Als het mistig is, dat gaat hij niet automatisch doen, dat moeten we hem echt even omzetten naar de stand naar beneden. Nou, voor het starten trap de koppeling in, voet op de rem, druk vervolgens inderdaad op de start-stop knop. En dan gaat hij ook vanzelf aan. Dus dat is wat dat betreft wel makkelijk. Verder natuurlijk inderdaad waarschuwing voor de verkeersregels. Dat we die moeten toepassen. Nou, hier in het midden zit dan inderdaad de unit om alles te kunnen bedienen. Dus dat is wat dat betreft ook redelijk eenvoudig te regelen. Nou, als we dan drukken op map, dan komen we ook in de kaart. En willen we naar de destination, dan drukken we die in. Met de destination kunnen we dan inderdaad dan ook invoeren de plaats van bestemming waar we heen willen. En dus dat kunnen we dan op die manier doen. En dus op die manier kunnen we het dan regelen. Het is gewoon een joystickje, kunnen we helemaal alles doen. Willen we terug even back, dat die ook weer terug gaat naar zijn normale kaart. Die geeft hij ook aan. Hij probeert nu inderdaad de telefoon te koppelen. Nou, dat gaat natuurlijk niet lukken, want we hebben die telefoons niet hier. Dus dan gaan we die later nog even toevoegen. Maar dat zullen we dan inderdaad bij de aflevering even doen hoor. Dat die in ieder geval gewoon gekoppeld is. Dat die hier gekoppeld wegrijdt. Verder dan natuurlijk de verwarming ventilatie. Nou, dat werkt wat dat betreft ook automatisch. Je hoeft alleen maar op de autoknop te drukken. Even in te stellen inderdaad welke temperatuur u wil. Er is nog links en rechts gescheiden temperatuurzone, dus we kunnen deze kouder of warmer zetten als de andere kant. Dat zou inderdaad kunnen. Vooruit ontwaseming, achteruit verwarming, die zitten natuurlijk inderdaad ook op. En ook nog een vast en een soft knop. Handig hiervan is dat we natuurlijk als we 20 graden willen hebben en hij gaat bijvoorbeeld in de zomer als 30 graden buiten is heel hard staan blazen. Dan is het handig om die soft knop even in te toetsen. Dan zal die inderdaad op die manier de blower wat minder hard laten blazen, zodat het gewoon prettiger is in het gehoor. Tuurlijk duurt het dan iets langer voordat hij op zijn temperatuur is, maar dat kunnen we beter hebben als dat we wegblazen, zo gezegd. Nou, hieronder dan natuurlijk nog de radiofunctie. We kunnen gewoon hier draaien voor volume, hard, zacht, etc. En we hebben natuurlijk ook hier nog een unit achter het stuurwiel met een draaihendeltje aan de achterkant om de volgende track bijvoorbeeld inderdaad te regelen. Het volume, plus min en natuurlijk inderdaad opbreken, afbreken van een telefoongesprek kunnen we ook gewoon regelen met deze unit. Dus dat werkt wat dat betreft
Perfect. Dan hebben we natuurlijk ook nog de cruise control. Nou, die zitten hier op het stuurwiel, de knoppen om het te bedienen. Het aan- en uitzetten, dat zit in de middenconsole. Die zit hier. En ik kan op deze manier zeggen van, nou, ik zet hem bijvoorbeeld op de cruise control of naar boven op de snuitbegrenzing. Ik laat hem even zien met de snuitbegrenzing, want dat kunnen we laten zien als we stilstaan. Nu heb ik hem dus aangezet. Gaat daar boven in het oranje lampje inderdaad branden. Dat is deze. En op het moment dat ik nu op plusje druk, dan wordt hij wat dat betreft begrensd. Staat de begrenzer inderdaad aan. We zien hier boven in de teller, kijk, als ik op plusje blijf drukken, zien we bijvoorbeeld 40, 42 kilometer, 44, 46, 48. Nou, hij staat dan begrensd op die stand. Willen we hem er kortstondig vanaf hebben, geen probleem. Druk ik even op het nulletje, dan staat hij in het geheugen. Geeft hij dan ook inderdaad hier weer. En willen we hem weer terug hebben, R'tje van reset. En dan staat hij ook weer de begrenzer weer aan. En dan zien we ook dat hij boven weer staat, dat hij begrensd is op 48 km per uur. Dus op die manier kunnen we dat regelen. Willen we hem volledig uitzetten, ook geen probleem. Dan zet ik die weer om naar het midden. En dan is die hier gewoon weg. En staat de begrenzer of de cruise control er niet meer op. Dus op die manier kunnen we dat dan verder inderdaad aanpassen. Nou, ik denk dat we op deze manier eigenlijk alles wel een beetje zo'n beetje gehad hebben. Zijn er toch nog vragen, horen we het natuurlijk heel graag. Voor nu alvast in ieder geval hele fijne veilige kilometers toegewenst. En tot straks bij de aflevering van de auto.